Hallo, welkom bij onze wekelijkse Bijbelstudie. Ik ben Jonathan Rekker en ik zit hier vandaag met zuster Diana Beets. Welkom Diana. Dankjewel. En we gaan vandaag de zevende les bespreken van 13 februari. En die les heet de profetische droom. Nou, de afgelopen les hebben natuurlijk een enorme aanloop hier naartoe genomen. Over waarin we hebben gezien dat Nebukadnezar een droom kreeg. De vorige les hebben we gezien dat Daniël het antwoord van God heeft gekregen. Wat die droom was en wat die droom betekende. En vandaag beginnen we eigenlijk met het uitleg van de droom, de eerste stap, en we beginnen bij het hoofd. Ja. Nou, er zit dus aardig wat in. We gaan proberen om ook wat dieper in te gaan kijken over de betekenis van Babylon en wanneer dat allemaal begon en wat het betekende, die macht van Babylon en waarom Babylon het gouden hoofd is. Nou, voordat we daar dieper en verder over gaan spreken, gaan we eerst in gebed. Trouwe, liefdevolle Vader in de hemel, het is in de naam van uw lieve Zoon Jezus dat wij met een dankbaar hart voor heilig aangezicht komen. Heer, we moeten danken voor het feit dat we hier toch weer een les met elkaar mogen doornemen. Heer, wilt u alsjeblieft ook de kijkers zegenen. Amen. En toch ook Jonathan en mij, dat we toch woorden van u mogen spreken, Heren. En dat we alleen maar uw waarheid mogen verkondigen. Wilt u bij ons zijn met deze les en wilt ons vooral veel zegen schenken. In Jezus' naam. Amen. Amen. De profetische droom. Ja. Ja. Nou, misschien goed om eerst even een recap te doen. Even kijken waar we wat jaar vooraf ging. Les 5 hebben we gezien dat Nebukadnezar kreeg een droom. Die hield hem wakker. Ja. Die hield hem bezig. Zijn geest was erg verontrust, hè, weten we. Ja. Hij wilde dolgraag de droom weten, de uitleg ervan, de interpretatie ervan. En... Maar ja, de mensen op wie hij vertrouwde, ja. Konden die hem helpen? Nee, absoluut niet. En dan, wat we in de vorige les, in les 6 hebben gezien, is dat Daniël krijgt van de koning een spijt. Ja. Om God te raadplegen. En samen met zijn vrienden bidt hij. Ja. En dan krijgt Daniël zelf in de nacht hetzelfde visioen. Ja, dezelfde droom inderdaad. Dezelfde profetische droom. En dan gaat hij naar de koning toe. En dan zegt hij, zegt die koning, hey Daniël, kan jij voor mij dan die droom nu eindelijk uitleggen? Ja, eigenlijk noemt hij hem zelfs nog bij zijn nieuwe naam, hè? Ja. Kan je me de droom inderdaad uitleggen? En wat Daniël doet is echt heel bijzonder om te zien. Want hij geeft eigenlijk meteen aan dat hij de droom niet kan uitleggen, maar dat het alleen maar God is die dat kan kan doen. En dat wist eigenlijk Nebukadnezar ook al. Want, dat hadden dus de wijzen ook gezegd. Dat hadden de wijzen ook gezegd, ja. 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 Die wijzen die hadden het pad al klaar. Die zeiden, ja, maar geen... Ja, alleen de goden die weten wat u heeft gedroomd. En die hebben die zijn hier niet bij onder ons. Nee. En dan, het mooie is dat Daniël zegt, het is mooi om te lezen. De verborgenheid die de koning eist, kunnen de wijzen, de sterrenkijkers, de tovenaars en de waarzeggers de koning niet te kennen geven. Ja. En dan nu komt de geheugentekst ook voor deze week. Maar er is een God in de hemel die verborgenheden openbaart. Ja. Ik vind het ook zo mooi dat het ook elke keer is dat God degene is die die verborgenheden openbaart. Dus hij erkent dat ook echt. Hij erkent het gezag van God. En, precies. Hij gebruikt Daniël, dus dat is heel mooi om te zien in deze les. En dat God gebruikt Daniël ook echt heel veel. Ja. Om zijn heerlijkheid bekend te maken onder de heidenen. Ja. Om zijn volk profetieën te geven. Wij hebben nog steeds vandaag de dag over de profetie van Daniël. Ja. En dat is alleen omdat Daniël zich door God liet gebruiken. Ja. Omdat we Daniël heel veel van zijn karakter kunnen we leren. Zijn nederigheid, zijn tact. Ja, echt zeker. Ja. Ja. Nou goed, we gaan naar de eerste vraag. Over de droom. Waar dacht de koning aan toen God de koning die droom gaf? Ja, ik moest een beetje denken ook aan het eerste vers van hoofdstuk 2. Daar lazen we eigenlijk al, hebben we ook in de eerdere lessen gezien, dat eigenlijk voordat überhaupt Nebukadnezar deze droom droomde, had hij al gedachten over wat er zou gaan gebeuren met zijn koninkrijk. En wij zouden dat nu piekeren noemen, of je echt wel zorgen maken. En dat zien we eigenlijk nu in vers 29, zien we dat ook weer terugkomen. Dus dat is een beetje dezelfde... manier, zeg maar. Dat we weten dat nog überhaupt voordat koning Nebukadnezar een droom had, dat hij zich al zorgen maakte, al gedachten had over wat er met zijn koninkrijk zou gebeuren. Hij was ook jong. Hij was niet per se jong in de zin van leeftijd. Maar hij was net een nieuwe koning. Ja. Dus alles. Ja, je weet nog niet zeker allemaal hoe je koninkrijk zal gaan lopen. Je bent toch nog een beetje. Ja, een nieuweling, een beginneling. Je begint ermee. Ja. En in die tijd, als je net nieuw was, dan kon je ook zomaar omver worden geworpen als koning. Hij had zijn troon nog niet bevestigd, om in Bijbelse termen te blijven. Ja. Dus hij maakte zich ook echt daar zorgen om. Ja. En ook van de toekomst, want we hadden het in de voorbespreking een beetje over. De Assyriërs waren gevallen. Jeruzalem was net belegerd. Het Judese koninkrijk was gevallen. Ja. En die had... Wat hij allemaal gedaan, Nebukadnezar. Ja. Maar wie zegt dat hij niet de volgende zou zijn? Ja, precies.
En dan die angst dus ook dat hij de volgende zou zijn, ziet hij ook een soort van in die dromen die hij krijgt verwezenlijkt. Ja. Daar gaan we het zo wat verder over hebben, maar hij ziet, daar maakt hij zich zorgen om. Ja, ja en logisch, denk ik. Ik bedoel, als je net zo begonnen bent, ik vind het ook zo mooi om te zien dat we van de vorige lessen nog weten dat eigenlijk hij dolgraag wilde weten wat de droom inhield. Mm-hmm. En ook de uitleg ervan wilde hebben, gaat Daniël een stapje verder en vertelt hem ook nog eens een keertje dat koning Nebukadnezar gedachten had gehad erover. Dus dat was iets nieuws waardoor hij ook echt kon zien, ja, Daniël die weet dit. Die weet meer dan enig ander wijze magier of wat dan ook. Maar dat had hij niet verteld aan iemand. Die zorg had hij zelf, hebben wij alleen maar gelezen in vers 1, maar die zie je dan nu vervolgens in vers 29 terug. Ik vond dat bijzonder om te lezen. Ja, het mooie is inderdaad, Daniël getuigt ervan dat het van God komt. Ja. Hij maakt het bij elke stap duidelijk. Precies. En dat is ook om bij die 1b te komen. Welke reden gaf God diezelfde droom aan Daniël? Nou, niet alleen om het aan Nebukadnezar te vertellen. Nee. Dat was wel de achterliggende reden, maar God kon Daniël gebruiken. Ja. Ja, en dat Daniël, hij wist ook God dat Daniël hem zou erkennen als God in de hemel. En ook in dat hele land, in dat hele koninkrijk, waar juist de nadruk op wijzen en magiërs werd gelegd. Hè, dat mensen dromen konden uitleggen, want dat was in die tijd heel gebruikelijk. Mm-hmm. Wist hij dat Daniël gewoon het goede zou doen. Ja. En dat is echt een hele mooie les om te zien hoe Daniël dat doet. Ik vind ook dat gesprek tussen hen ook heel bijzonder om te zien. Hè, dat het echt elke keer de erkenning aan God is en Daniël zegt niet één keer, het komt door mij. Ik kan je de droom vertellen, want ik heb hem ook gehad en ik weet het allemaal wel. Dat doet hij allemaal niet. Nee, ja, sterker nog, het zegt in vers 30. Ja. Misschien kan je die tekst voorlezen. Ja, 2 vers 30. Zal ik voorlezen, inderdaad. In vers 30 staat, mij nu, aan mij is deze verborgenheid geopenbaard. Niet door een wijsheid die in mij is boven alle levenden, maar daarom dat men de koning de uitleg ervan zou laten weten en dat u de gedachten van uw hart zou weten. Dus het had wel meerdere doelen, zeg maar, om deze droom door God aan Daniël te geven. En dat is het punt. Hij zegt dus niet, het komt niet omdat ik zo goed ben, maar het is Gods genade. Ja, zeker. En daar kunnen we van leren. Ja. We kunnen als wij iets doen waarvan we weten dat het God is die ons werkt, dan kunnen we in een positie komen waar we dus over God kunnen vertellen aan mensen die er nog niet over weten. Ja. En dat is heel mooi. Ja. Maar dat brengt ook, is ook een beetje eng vaak. Ja. Het brengt namelijk een bepaalde verantwoordelijkheid mee. Je weet dat je het eigenlijk over God moet hebben. Maar soms wil je dan niet, want het voelt een beetje raar. Ja. Misschien is het moment voelt niet goed. Maar ja, Daniël die deed het ook. Ja, zeker. En die deed het niet. Die heeft het gedaan, notabene zelfs nog voor de koning die hem wilde doden daarvoor. Dus ik bedoel, wat een setting moet dat zijn geweest. Ja. En ja, ik wou toch nog even benadrukken dat, zeker bij deze vraag, hoe bijzonder het eigenlijk dus is dat ook de gedachten en het hart van koning Nebukadnezar blootgelegd zouden worden. Het is echt, God wilde alles openbaren. Ja. Dus ook de houding van Nebukadnezar. Dat had hij nodig. Dat zien we ook eigenlijk in die droom terug. Ja. Maar dat is eigenlijk de tweede vraag. Wat ziet Nebukadnezar in zijn droom? Ja, en als je ziet hoe de Bijbel het beschrijft, is het echt allemaal heel groot, heel... Mm-hmm. Zie een groot beeld, het beeld was hoog, de glans ervan was uitzonderlijk, het stond voor u. En de aanblik ervan was schrikwekkend, dat is even het eerste gedeelte, zeg maar. Dat is best wel imponerend, dat is best wel iets... Ja, het is, je kan je voorstellen als je dit leest, dat het echt wel, dat het iets was. Dat het niet even een... zomaar iets is, zeg maar. Het is ten eerste sowieso een afgodsbeeld, lijkt het. Ja. Het komt, Nebukadnezar ziet namelijk een beeld. Ja. Ja, als afgodendienaar doet dat wel een belletje rinkelen. Ja, het past goed in zijn straatje, dus hij weet echt wel waar het over gaat. Inderdaad, en hij denkt van, nou, dat is mooi, het is van edelmetaal. Ja. Althans, de bovenkant. Ja. Het is van metaal, dus het is precies hoe een afgodsbeeld er eigenlijk in zijn hoofd eruit ziet. Ja, en dan verschillende lagen van goud, zilver, brons, ijzer en ijzer en leem. Ja. En het glanst mooi. Ja. Maar tegelijkertijd is het indrukwekkend. Ja. Ja, en dan kan ik me dus voorstellen dat je als je zo'n beeld ziet in je droom, dat je daar ook wel door van onder de indruk raakt. Dat best wel, best wel heftig is om te zien. Er zit hier natuurlijk ook een diepere laag in voor ons symbolisch. Ja. Want wat Nebukadnezar ziet is uiteindelijk wereldse macht. Ja, zeker. Hij ziet koninkrijk. Ja. Hij ziet eigenlijk de hele wereldgeschiedenis. Ziet hij zo aan zichzelf voorbij gaan, waar eigenlijk de start wordt gemaakt met hemzelf. Met hemzelf, ja. En in waarde steeds minder worden. Ja. Het bijzondere is natuurlijk ook dat God hiermee ook een hint geeft aan Nebukadnezar. Ja. Want
voor hem en voor de koningen die na hem kwamen, was macht, wat dit beeld eigenlijk voorstelt, een afgod. Ja, macht, aanzien, trots. Precies. Ja, en dat ging alleen maar in waarde, werd dat steeds minder. En dat was dus ook niet blijvend. Nee. Hier wist echt nu Nebukadnezar, oké, mijn koninkrijk is tijdelijk. Ja. En daar maakte hij zich denk ik ook van tevoren zorgen over. En het mooie is ook, het is echt, de Bijbel laat ons ook zien dat de glans was uitzonderlijk. Macht heeft aantrekkingskracht op mensen. Ja, ja. Het ziet er mooi uit. Het is indrukwekkend, macht. Als je een leger ziet marcheren door de straten, ben je... Ja, dan is iedereen stil. Dan word je stil van, inderdaad. Ja. Dat ziet er mooi uit en dan ben je onder de indruk van. Het is schrikwekkend ook als je soldaten ziet marcheren. Ja. Of ergens heen ziet gaan. Dus... Het mooie is dus dat de Bijbel ook die symboliek erin werkt. De Bijbel zegt niet alleen maar, het is een beeld wat hij zag. Nee. En van ijzer. Nee, het laat echt ook zien dat die diepere laag van wereldse macht heeft een aantrekkingskracht op mensen. Ja, en vertekend in een mens. Dus het was wel een beeld van een mens, van een groot een standbeeld eigenlijk. Hè? Nou, waar we later ook zullen zien dat ze daar ook nog voor zullen gaan buigen. Hè? Dus het is echt wel... Ja, God trof gewoon ook Nebukadnezar ook wel waar hij weer was. Het is een afgodendiener in de... Ja, zou ik het zeggen, bedreven in de afgodendienst. En dan krijgt hij vervolgens zo'n beeld in zijn droom. Ja, dat moet wel indruk hebben gemaakt. Het mooie is, God bereikt ons waar we zijn. Ja. En dat wil God ook voor Nebukadnezar. God kon Nebukadnezar het best bereiken door zo'n imponerend beeld te laten zien. Ja. En voor hem was het ook een afgod. Het is natuurlijk ook dus dubbele symboliek. Zo'n afgodsbeeld trok zijn aandacht en het was voor hem een afgod. Ja. Terwijl Daniel, die krijgt een soort gelijkvisie en die ziet beesten. Ja. Dus dat voor Daniel had God een andere symboliek om hem te benaderen. Die ook weer dezelfde majesteit, uitstraling hadden en ook de indrukwekkendheid. Ja. Maar het is niet hetzelfde. Nee. Nou. Goed. God had niet alleen de reden om de geschiedenis die zich nog moest voltrekken, de toekomst te onthullen aan zijn volk en aan Daniel en aan Nebukadnezar. Maar God had ook nog een andere bedoeling. Ja. Die staat mooi in de opmerking en misschien dat je dat stukje kan lezen. Ja, het staat er inderdaad heel mooi in. Er staat de droom van het grote beeld, waardoor aan Nebukadnezar gebeurtenissen werden getoond, directe tot het einde, en dan komt het hier, het doel, was gegeven opdat hij zou begrijpen welk aandeel hij had in de wereldgeschiedenis en de manier waarop zijn rijk het koninkrijk des hemels kon steunen. Ja, ik vond dit zo bijzonder om te lezen, dat het God gebruikte mensen. Hij gebruikte Daniel om zijn droom uit te kunnen leggen. Maar hij gebruikt nu vervolgens hier ook alle aardse koninkrijken om uiteindelijk tot zijn koninkrijk te kunnen komen. Ja, en dat is het mooie. God werkt graag samen met de mens om zijn doelen te bereiken. Ja. Dat is het voorrecht dat wij hebben, is om medewerkers met God te zijn. Ja. Maar ja, de droom gaat verder. Dus Nebukadnezar ziet dat beeld. Ja. En dan gebeurt er iets. We gaan nu naar de derde vraag. Wat ziet hij dat er gebeurt? Ja, eigenlijk ziet hij iets heel verschrikkelijks, heb ik opgeschreven. Want hij ziet dat alles eindig is. Dus er komt een steen, niet door mensenhanden... vastgehouden en vervolgens wordt dat hele beeld, dat imponerende, schrikwekkende beeld waar we het net over hebben, wordt aan zijn voeten getroffen van ijzer en leem en verbrijzelt alles. En dat alles wordt verbrijzeld is dat er wordt nog eens herhaald dat het ijzer, het leem, het brons, het zilver, het goud wordt tegelijk verbrijzeld en wordt zo poef, zo. Dus het raakt het aan de voeten? Aan de onderkant, aan de voeten. Dus het raakt het dus in onze tijd, namelijk in die tijd. Ja. Dat is wanneer het gebeurt. En alle macht, wereldse macht die alles dit beeld voorstelt, verdwijnt. Ja, ja. En het wordt weggeblazen als kaf op een zomerdorsvloer. Ja. Ja, mooie analogie, net toe gaf het is alsof de prediker ons zegt, het is allemaal ijdelheid. Ja. Want in het Hebreeuws, dat woord ijdel in het Hebreeuws heeft ook iets te maken met wind of vluchtigheid. Ja. Ja. Ja, en er staat vervolgens, er zou geen spoor van teruggevonden worden. Oftewel, het is... Die hele wereldgeschiedenis die kennen we, die is er. Dus wij zitten er nu middenin, maar het gaat weg. Er blijft niks van over, helemaal niks. Maar er komt wel iets voor in de plaats. Ja, iets waanzinnig moois. Ja, en want de steen die het beeld getroffen had... Nou, we weten, in de Bijbel zien we vaak dat de steen Jezus voorstelt. Jezus is, Dat weten we nu niet zo direct, maar het is wel aannemelijk. Want Jezus is de hoeksteen, Jezus is de rots waar de gemeente op gebouwd is. Het is een steen zonder mensenhanden. Ja. Nou ja, die is bestuurd. Dus God doet het, wij kunnen dat niet doen. En het is ook, de Bijbel vertelt dus ook, daar komen we misschien zo meteen nog even op, dat Jezus uiteindelijk alle wereldse macht wegneemt. Ja. Het is Jezus die zelf terugkomt, die een einde maakt aan alle heerschappij en macht. Ja. En uiteindelijk Jezus koninkrijk omvat uiteindelijk de hele aarde. Ja, het wordt een grote berg en vulde de hele aarde. Dus het is... Dat is nog meer imponerend hoor, kan ik je vertellen. Als je zoiets
Maar ja, leest. Ogenschijnlijk lijkt het minder waardevol. Ja, ja. Want ja, het is maar steen. Ja. Vanuit het perspectief van mensen heeft het minder glans. Ja. Voor zoals we nu zitten, heel veel mensen denken dat wereldse macht mooier is dan de belofte van het nieuwe Jeruzalem. Ja. Terwijl als je iets verder doorleest, dan zie je dat daar de straten van goud zijn. Ja. Maar het is natuurlijk weer vanuit het perspectief, ook toen Nebuchadnezzar zo was, het lijkt een minder goede deal voor heel veel mensen. Ja. Uiteindelijk is het een veel betere. Ja, de beste. Het is de beste deal. Ja. Wat we hier zien, dat God een einde maakt aan alle wereldse macht. Dat vertelt apostel Paulus ook mooi in 1 Korinthe 15, vers 24 en 25. En hij zegt, daarna zal het einde zijn wanneer hij het koninkrijk aan God en de Vader zal overgegeven hebben. Wanneer hij zal teniet gedaan hebben alle heerschappij en alle macht en kracht. Ja. Want hij moet als koning heersen tot hij al zijn vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. Ja. En de laatste vijand die Jezus teniet doet, is de dood, zegt hij. Dus het is uiteindelijk wanneer Jezus terugkomt. En uiteindelijk wanneer hij zelfs de derde keer terugkomt. Uiteindelijk komt Jezus de derde keer terug, namelijk na de 1000 jaar. Dan zal alle wereldse macht, ook bij zijn tweede komst ook, maar ook met name bij die derde komst, wanneer hij een einde maakt aan de hele aarde, wanneer de aarde ook gelouterd wordt door het vuur, het wordt allemaal niks. Ja. Het is allemaal niks waard. Ja, en alsof het gewoon nooit bestaan heeft. Hè? Ja. Alles wordt helemaal weggevaagd. Ja, kan je eigenlijk bijna niet voorstellen. Maar er komt iets moois voor in de plaats. Ja. En dat zien we ook in het boek Openbaringen terug. Ja. We gaan door naar de vierde vraag. Het hoofd van goud. Wat stelde het hoofd van goud voor? Ja, wat het voorstelde is het Babylonische Rijk. Ja. Maar wij lezen ook dat Nebuchadnezzar dat gouden hoofd was. En hij stond op dat moment aan het hoofd. Was hij het hoofd van het Rijk. Dus ja, over een imposant Rijk gesproken. Ik heb nog opgeschreven dat het een heel wetenschappelijke beschaving was. Er was heel veel goud aanwezig. Goud was ook het metaal op dat moment in het Rijk. Dus dat correspondeert ook mooi met de metaalsoort in de droom, zeg maar. Het was ook, zover we weten, de eerste geschreven wet natuurlijk buiten de Bijbel, maar in de archeologie, de Codex van Hammurabi. Het was waar je ook veel terugziet trouwens ook van wat de goddelijke wetten die we terugzien in 10 geboden ook. Maar in heel veel opzichten was het andere beschavingen vooruit. Ja. In verstedelijking, hoe de administratieve dingen deden. Net zoals Egypte dat ook was, in hun eigen gebied was Babylon dat in hun domein. Ja. Alleen geschoten is Egypte voorbij. Ja. En met name ook echt in wetenschap, ja. Ja. We gebruiken nog steeds een cirkel van 360 graden, omdat de Babyloniërs dat ooit hebben bedacht. Ja. Het was een slim volk, het was een rijk volk. We lezen het ook in de opmerkingen. Het karaktervorming. God maakte Babylon groot, opdat het dit doel zou verwezenlijken. Het volk leefde in voorspoed, totdat het een hoogte van rijkdom en macht bereikte die nadien nooit is geëvenaard. Dus je ziet hier ook echt dat, we hebben eerder al gezegd dat die metalen afnamen in waarde. En dat zie je dus eigenlijk hier ook. Ja. En het wordt in de schriften zeer terecht voorgesteld door dat geïnspireerde symbool, een gouden hoofd. Ja. God heeft het volk rijk gemaakt. En aanzienlijk. Ja. En we zien ook zo meteen dat God het ook weer weg kan nemen. Ja. Babylon heeft een hele lange geschiedenis. Ja. Het gaat heel ver terug tot vlak na de zondvloed. Ja. En dat lezen we ook terug in de vijfde vraag. Wanneer begon dit machtige koninkrijk? Ja, we lezen dan in Genesis 10 dat het eigenlijk begon ook in de situatie bij Nimrod. Dat was een geweldenaar op aarde. En het begin van zijn koninkrijk, we lezen het eigenlijk al meteen, bestond uit een aantal steden. En dat was onder andere Babel. Ja, en dit is dus 2 generaties na Noach. Ja. Want Cush was van Gam. Ja. En Nimrod was weer van Cush. Ja. Het grappige is dat, als je dan terugrekent vanaf Abraham. Want Abraham komt natuurlijk na Nimrod, maar we weten bij Abraham, dus kunnen we al die jaartallen terugrekenen tot Noach. Dat als je dat ongeveer gelijk ziet qua generaties, dat Babel volgens de Bijbel rond 2200 voor Christus is gesticht door Nimrod. En het bijzondere is dat de archeologische vondsten die er zijn tot nu toe, voor zover archeologen hebben uitgesproken over het moment waarop Babel werd gesticht, is het ook ongeveer rond tussen 2100 en 2300 voor Christus plaatsen, de stichting daarvan. Dus dat ook hier in de Bijbel parallel loopt met de archeologie. Ja.
vervolgens, dus Nimrod, die wordt een geweldenaar genoemd. Dat betekent vooral dat hij gewelddadig was in zekere zin. Hij was machtig. Ja, groot. Ook weer iemand met aanzien, hè? Een groot man. Precies, hij was een opstandig persoon tegenover God. Ja. Stichtte Babel, wat zelf een opstandige stad werd, met de Toren van Babel. In 1500 jaar tijd ongeveer groeit Babel uit tot een ongelofelijke machtige rijk. Ja. En onder wie was dat hoogtepunt van macht? Ja, onder Nebukadnezar. Ja. En dat lezen we in Daniel 4. En dan zie je ook meteen hoe verschillend Nebukadnezar is ten opzichte van Daniel. We hebben al vastgesteld dat Daniel heel nederig was en altijd God de eer gaf. Daniel en Nebukadnezar hebben dat gesprek met elkaar gevoerd. Dus Nebukadnezar weet ook waar zijn macht vandaan komt. Hij weet ook waar het voor bedoeld was. En dan gaat hij vervolgens, dan stelt hij, terwijl hij aan het wandelen is op het dak van zijn eigen koninklijk paleis, neemt hij het woord, zegt: is dit niet het grote Babel dat ik als een huis voor het koninkrijk gebouwd heb door mijn sterke macht en ter ere van mijn majesteit? Terwijl we weten dat niet klopt. Want het was God die het uiteindelijk allemaal toestond en toeliet. En ja, wat een verschil tussen zo'n nederige man als Daniel en tussen nu zo'n trotse, zelfverheven. Hij gedraagt zich wel weer als een gouden hoofd. Afgoden, dienaar, koning die denkt dat hij alles is. Ja, in dit geval is hij zijn eigen afgod. Ja. Maar het punt is, vanuit wereldsperspectief heeft hij wel enigszins gelijk. Ja, zeker. Althans, vanuit de wereldperspectief. Het is uiteindelijk God die hem het allemaal heeft gegeven. Maar ja, hij onder Nebukadnezar was Babel enorm machtig geworden. Ja. Onder zijn vader ook deels. Was Assyrië gevallen, Jeruzalem was gevallen. Ja. En Nebukadnezar heeft ook op architectureel gebied heel veel bereikt. Ja. Maar hij wist dat het eindig zou zijn. Dat wist hij. Ja, maar ja, dat negeerde hij. Maar ja, dat negeerde hij wel even, ja. Een van de zeven wereldwonderen zijn de hangende tuinen in Babylon. Ja. En die heeft Nebukadnezar aangelegd. Ja. Dus hij had ook van Babylon. Babylon was had een hele machtige van gemaakt, zeker. En een mooie stad. Ja. En onder zijn regering werd het nog mooier. Ja. Een zegen van God, een gave van God natuurlijk. Maar ja, dat weiger ik maar even in te zien. Ja, precies. Ja. In de Bijbel zien we ook dat hoewel Nebukadnezar zichzelf hier verheft. Nogmaals, er zit een kern van waarheid in, want het gebeurde onder zijn regering door Gods genade. Dat wordt ook door de Bijbel zelf erkend. En onder andere de profeet Jesaja schrijft erover. En dan gaan we naar de zesde vraag. Babylons glorie, achteruitgang en val. Ja. En welke uitdrukking gebruikt de profeet Jesaja om Babylon te beschrijven? Dat is eigenlijk heel mooi. Als we gewoon starten in Jesaja 13:19, dan denk je, wauw. Ja. Het is het Babel, is het sieraad van de koninkrijken, de luister en de trots van de Galdeën. Nou, vooral de eerste zin natuurlijk, het sieraad van de koninkrijken. Dan denk je, dat is wel mooi. Ja. Het sieraad van de koninkrijken zijn al mooi, dat zien we in die droom. Ja. Goud. Nee, maar Babylon is het zelfs het sieraad. Precies. De luister en de trots van de Galdeën. Ja, dat is echt wel iets. Ja, het is natuurlijk ook enigszins spot van God, want het is natuurlijk allemaal betrekkelijk. Mm-hmm. Vanuit Gods perspectief. Ja. God kan maar straten van goud maken uit niets. Ja. Maar voor ons mensen, zoals apostel Paulus zou zeggen, vleeselijk gesproken, was het prachtig. Indrukwekkend. Aanzienlijk, prachtig. Aanzienlijk. Je mond valt ervan open. Ja. Maar ja, dat gebeurt ook als je naar het einde kijkt. Ja, zeker. Nou, daar valt mijn mond echt letterlijk van open, hoor. Want dat had ik me nog niet zo gerealiseerd toen ik dit las. Wat is het einde ervan? Ja, dan gaan we eigenlijk naar de zevende vraag. Het einde is gewoon dat het is nietig. Er is niks meer straks. Ja. Dus al. En we lezen het ook in vers 19 tot 22. Dus we hebben eerst vers 19a. Daar staat het eigenlijk heel prachtig beschreven. En dan daarna bam. Niemand zal er verblijven. Nooit meer. Niemand. Van generatie op generatie zal er wonen. Geen Arabier zal er zijn tent opzetten. Geen herder zal daar neerstrijken. Dus dat gaat over de mensen alleen maar al. En dan vervolgens, wie zullen er wel neerliggen? Wilde woestijndieren, ook niet de meest gezellige dieren, dacht ik gisteren. Maar hun huizen zullen vol zitten met huilende uilen. Struisvogels zullen er wonen, bokachtigen zullen er rondspringen. Hyena's zullen janken. Nou, het is gewoon een en al van prachtig sieraad naar één grote machtige heerschappij. Naar verlaten woestenij, niks meer om te kunnen leven. Dat blijft erover. En dat is wat God ook laat zien met dat beeld, met de beschrijving van Babel. Het is tijdelijk, het is
aards, het is nietig, het heeft geen vaste grond. Het bijzondere is natuurlijk dat Babel hier ook symbolisch, ook in zekere zin het geestelijk Babel, de rol lijkt te vervullen. Want het is ook het gevolg voor het geestelijk Babel of de mensen die niet worden gered op deze aarde, de wereldse macht van deze aarde. Nou, ook als je kijkt, leest in de Bijbel, tijdens het millennium is de aarde ook zo verlaten. Ja. Ook zo leeg. Dus ook alsof er niets is. Ja. De Bijbel beschrijft dat er vogels rondzwerven om de lijken op te pikken. Op te pikken, ja. En als je het ook ziet, het zal zijn als toen God ondersteboven keerde Sodom en Gomorra. Ja. Nou, oftewel, het is weg. Vuur en zwavel, die symboliek zien we daar natuurlijk ook in terug. Ja. Dus het God oordeel over Babylon. Dus zien eigenlijk in deze profetie is ook een soort van onderste laag, een parallel met hoe God ook deze aarde zal reinigen. Ja. Maar deze profetie is natuurlijk ook vrij letterlijk in vervulling gegaan. Ja, als je nu wil kijken hoe Babylon erbij... Het is verlaten. Verlaten is niks meer. En die profetie begon al in vervulling te gaan in 538, toen... Ja. Belsasar, dus niet te verwarren met Belsasar, maar nee, Belsasar. Want Belsasar is Daniel en Belsasar is de kleinzoon van Nebukadnezar. Ja. Toen Belsasar werd gedood in de nacht. De nacht van Mene Mene Tekel Uforsim. En dacht dat hij onaantastbaar was. Precies. Werd hij uiteindelijk aangevallen en kwam Kores langs en was het gedaan met Babel. Ja. En toen begon deze profetie in vervulling te gaan. Ja. Want sindsdien heeft Babel nooit meer zijn aanzien en macht gehad als daarna, als daarvoor. De hangende tuinen en op architectureel gebied het aanzien bleef nog heel lang. Ja. Alexander de Grote heeft nog in Babylon gewandeld toen de hangende tuinen er waren. Ja. Maar kort daarna was het wel gedaan toen de generaal van Alexander de Grote, Seleucus Nicator, de stad... eigenlijk leeg plunderde om zijn eigen nieuwe hoofdstad ergens anders te gaan bouwen. Ja. En sindsdien is het eigenlijk een ruïne geweest. Vanaf dan hij nam zowel de bevolking mee als alle spullen. Ja. Saddam Hussein heeft nog geprobeerd om Babylon te herbouwen. Nee, je zei het, ja. En zelfs dat is niet gelukt. Nee, maar dat is ook omdat God dat zegt. Maar dat is ook omdat God het zegt. Het is, als God zegt dat iets is, dan is het ook zo. Precies. En daarom vind ik deze profetie ook wel... bijzonder om te zien. Je zou er snel overheen kunnen lezen of denken van, waar heeft het nou precies mee te maken? Maar als je dan vervolgens ziet dat dit de val van Babel is en dat het eerst zo... Als je dat glorieuze rijk zou zien, denk ik met eigen ogen, zou je denk ik niet kunnen geloven dat dat weggaat. En zeker niet als iets zo goud is. Je denkt echt wel dat dat soort dingen blijvend zijn. Dat is, maar we kunnen nergens op vertrouwen. Ja. Behalve op Gods Koninkrijk precies. Eigenlijk. Ja, had je nog iets anders toe te voegen bij deze les? Nee. Ik denk dat de conclusie van de les vooral is inderdaad, wat jij net zegt, aardse dingen vergaan. Ja. Ook aardse macht vergaat. Het lijkt zo aantrekkelijk, het lijkt zo mooi, het glanst, het is indrukwekkend. Ja. Maar er is eigenlijk één iemand die uiteindelijk aan alle touwtjes trekt en dat is God. Gelukkig God maar. Geeft de macht en God neemt het weer weg. Ja. Het is belangrijk dat we dat beseffen voor onszelf. Waar wedden we op? Werden we op wereldse macht of werden we uiteindelijk op goddelijke macht? Ja, denken we dat het goed is zoals we het nu hebben of gaan we op weg naar een hemels Kanaan waar het beter is? Ja. Mijn wens en gebed voor u is dat u die laatste keuze mag maken. Dat u mag kiezen voor het eeuwige leven en niet voor het wereldse. En dat God u daarin mag leiden. Amen. Ik wens u Gods rijke zegen en ik zie u graag de volgende keer. En als u deze studie mooi vond, dan vraag ik alsjeblieft om op de like-button te klikken. En te abonneren op dit kanaal, zodat u heeft gedaan. En de notificatiebel aan te klikken. Zodat u de volgende keer wanneer er een video komt, weer een berichtje krijgt erover. En u geen enkele video mist. Maar zou ook ons kanaal helpen om nog meer mensen te bereiken. God zegen en graag tot ziens.